Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. In de VS daalden de indices tussen de 1,5 en 2 procent, nu beleggers wat risico van tafel halen. Al dan niet toevallig vielen ook nog eens diverse macrocijfers tegen. Morgen zal de FOMC weer met haar rentebesluit komen, waar een unchanged verwacht wordt. Uiteraard zullen beleggers op de voet volgen welke bewoordingen worden gebruikt bij deze toelichting. En na beurs zullen Microsoft en Apple de cijfers presenteren. Apple heeft toeleveranciers gevraagd meer onderdelen te gaan leveren. De prijs van olie daalde met 2% door de toenemende angst dat de vraag verder zal worden uitgehold als er meer reisbeperkende maatregelen komen. De Chinese markten bleven nog gesloten vanmorgen en daar grijpt het coronavirus nog stevig om zich heen. De cospi-index was open na een lang weekend en leverde 3% in. De schade in Japan bleef beperkt tot min 1,5 procent. Vooral luchtvaartmaatschappijen hadden het zwaar in de regio. De futures in Amsterdam laten in ieder geval een licht herstel zien. En vanmorgen zien we cijfers Philips, dat gaat weer inzetten op huishoudelijke apparaten. De omzet steeg naar 6 miljard, al bleef de groei iets bij de verwachtingen achter, de Ebita-winst steeg tot net onder het miljard. Ondanks de uitdagingen in 2020 verhoogt het bedrijf de verwachtingen en wil het een dividend van 85 cent gaan uitkeren. Vastgoedbedrijf Energie zag het directe resultaat iets toenemen, dankzij een grotere reorganisatie van de vastgoedportefeuille. De balans is weer op orde en het directe resultaat, waar ook de herwaardering van het vastgoed in zit, steeg met maar liefst 243%. Het dividendvoorstel is 2,16 euro over 2019. Een softwarebedrijf SAP overtrof de verwachtingen met de cijfers dankzij een sterke groei van de clouddiensten, welke naar verwachting ook in 2020 zullen doorzetten. Op de agenda vandaag orders duurzame goederen, huizenprijzen en we zien consumentenvertrouwen uit de VS. Bij de analisten zet Jeffries Tische Kroep op kopen met een koersstoel van 15. Berenberg vraagt het koersdoel KPN naar 3,30 euro en handhaaft het koopadvies. En Oddo zet Adjen op verkopen met een koersdoel van maar liefst 620 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.